Meiden en jongens, in de tijd van Jezus, als de mensen geloofden, waren er een paar dingen die daarbij hoorden. Zo was het belangrijk dat je als gelovige je gebeden deed. Af en toe bad je. Een ander ding wat belangrijk was, is dat je niet alleen aan jezelf dacht, alles voor jezelf hield, maar ook dingen weggaf aan mensen die het minder hadden. En het derde was dat je af en toe je eten liet staan, zodat je niet alleen maar gericht was op alles wat je zelf binnenhaalde, maar ook wat meer aan God dacht en aan je medemens. Maar weet je wat er gebeurde? In plaats van dat door dat bidden en vasten en dingen weggeven, mensen meer met God en met de ander bezig waren, gingen ze dat op zo'n manier doen dat ze toch weer zelf heel belangrijk werden. Ze gingen zeggen, kom, zie mij toch eens goed geld weggeven en bidden. Ik kan dat ontzettend goed. Ze werden een soort uithangborden, een soort reclameborden van zichzelf. Ja, en dan kreeg je dus ongeveer dit. Lekker hè, broodje. Zo, maar moet je die man zien, hè? Die is echt goed bezig. Die wil helemaal niks eten, die slaat alles af, die wil alles aan een ander geven. Nou, petje af hoor. Echt super goed bezig, die kerel. Zo hé, hey. Meiden en jongens, heb je die man gezien daar? Die geeft veel geld weg. Nou zeg, dat heb ik nog nooit gedaan hoor. Maar dat is echt denk ik een hele goede gelovige, dat kan niet anders. Petje af hoor, als je zoveel geld aan anderen geeft. Nou, ben je echt heel goed bezig hoor. Moet je die toch weer eens zien bidden joh. Gewoon op de hoek van de straat, zo in het openbaar. Nou, dan moet je maar durven hoor. Ik zou dat niet durven, zo te staan bidden. Echt weer een voorbeeld van een echte gelovige, dat zie je zo. Ja, zo hoort het hè. Waren we allemaal maar zo, meiden en jongens. Hey, zeg nou zelf. Dat is natuurlijk niet de bedoeling hè. Dat je zo opzichtig midden op straat gaat staan bidden en laat zien hoeveel geld jij wel niet geeft. Het gaat niet om jou en dat de mensen zien hoe goed jij wel niet bent. Maar het gaat bij geloven uiteindelijk om God.